En na de zomer heb ik wat leuke verrassingen bij me. Oké, we gaan nu praten met... Bedankt zover, we gaan praten met Joost Eerdmans, onze laatste gast. Joost Eerdmans van Ja 21. Goedemorgen, Joost. Ja, goedemorgen. Joost, voor degene die het niet weten, je zit met drie mannen in de Tweede Kamer. Ja. Dirk-Jan Epping. Nicky Pauverwij. Ja. Onze artsonderzoeker die nu voor ons vooral de coronadebatten doet en zorg, heel veel zorgdebatten. En Dirk-Jan is natuurlijk een aanwinst in de Kamer. Want, absoluut. Maar die zat toch in Europa? Ja, die was Europees parlementslid en die is overgestapt. Dus, ja, dat vind ik heel dapper van. Ja, ja zeker. Nou, mevrouw Hamers, hoe gaat het daar nou mee? Is dat nou nog serieus? Of hoe nou, we hadden al bijna afscheid genomen, maar ze mag dus nog een rondje gaan maken. Na de zomervakantie komt ze terug om de nieuwe fase weer te begeleiden. Maar we zijn eigenlijk na 100 dagen gewoon helemaal geen millimeter opgeschoten. En dan stond het FD, ergernis in de polder neemt toe over de impasse rond de, rond de formatie. En dan stond hier in de NRC van vrijdag... Rutte mag de formatie niet om tactische redenen frustreren. Nou, dat doet hij wel, denk ik. Ja, kijk, voor hem is... Hij heeft geen haast. Nee, natuurlijk niet. Kijk, hij denkt, zolang ik hier zit en hoe lang het duurt, ik kan regeren. A, natuurlijk wel demissionair. Hij kan niet alles doen, maar zijn geloofwaardigheid stijgt. Want hij hoeft zich niet meer druk te maken over de moties van afkeuring en wantrouwen. Hoe langer het duurt, hoe beter het voor Rutte is. Bovendien, andere partijen komen een beetje tot bezinning. Een ChristenUnie kan langzamerhand richting het kabinet komen. Het CDA zit natuurlijk met een lastige zat, vooral met een lastige situatie, nog steeds natuurlijk met een gespleten partij. Dus hoe langer dit doorkabbelt, beter het is. Voor Nederland niet natuurlijk, want wij zouden echt wel sneller actie willen om een kabinet te vormen. Ja, 21 heeft ook gezegd, we willen graag aan tafel. Hè, migratie, dat moet gewoon snel, moet daar iets aan gebeuren. Europa loopt nog steeds niet goed, we geven veel te veel geld weg. Het hele klimaat, de grabbelton van GroenLinks, zoals wij hem noemen, daar moet het aan gebeuren. Hè, we gaan toch niet het hele land echt volzetten met van die lelijke windturbines. Kortom, er is werk aan de winkel, maar hij denkt, ja, ik moet lang wachten voordat mensen echt willen instappen. Hij gaat nu met D60 samen, gaan ze een soort concept regeerakkoord schrijven. Dat komt dan na de zomer naar buiten. En dan is het een vraag wie wil aansluiten. Goed, Rutte gaat natuurlijk zien de ogen wat meer eis stellen. Omdat hij weer wat zelfvertrouwen krijgt. En Kaag die loopt zich vast in de modder. Ja, wat het probleem wordt. Kijk, Rutte heeft zich al bekend tot het klimaatalarmisme. Daar gaat hij helemaal in mee. Hij vindt zichzelf, heeft al eerder gezegd, ik ben groen rechts. Dus hij wil graag voorop lopen, ook in Europa. Nou, wij denken dat dat heel veel geld kost, miljarden. En dat we daar eigenlijk helemaal niets van terug gaan zien. Dat is echt een totaal onbetaalbaar project. Krijgen we dan straks minister Nijpels? Zou zomaar kunnen, die noemde hij. Hij noemde hem notabene nog Nijpels. Hij noemde alle linkse Winsemius. Ja, zeker. Maar hij is echt op de linkse toer, onze Mark Rutte. En dat is jammer. Dus hij moet een beetje aan zijn jasje worden getrokken, denk ik. Zouden wij graag doen, maar dan heb je mevrouw Kaag aan de andere kant. Die is natuurlijk helemaal ook pro. Die twee maken een akkoord. En dan mag er nog iemand aanschuiven als een soort bijzettafeltje zoals hier. Een ChristenUnie of een PvdA. En ja, die krijgen natuurlijk ook nog een keer hun zin. Dus daar komt nog iets bij als een generaal pardon op migratie of ik weet niet wat. En wij zeggen nou, ja, 21, bedankt daar echt vriendelijk voor. Want dat is een rol in de bijen, in de kantlijn. En Klaver, dat was een beetje... Ja, die wil heel graag. Ja, waarom wil die nou zo graag? Nou, die heeft vooral wat mensen in zijn nek. Ook bijvoorbeeld uit Amsterdam, de wethouder daar. Die willen onder andere keer minister worden. Ja, die denk ik dat die ook heel graag inderdaad kabinet in willen. En ook vooral, in de oppositie hebben ze niet gered. Hè? Laten we eerlijk zijn, ze zijn nog kleiner geworden. Dus dat geldt ook voor de PvdA, die is dan gelijk gebleven. Maar het levert ze weinig op ter linkerzijde om in die oppositie te zitten. Dus ze denken, ja, dan maar regeren. En zo een beetje noodgeboren. Ja, niet zo'n heel goed idee. Maar ik denk dat GroenLinks graag wil, maar de VVD heeft nog meer aarzeling ten aanzien van GroenLinks dan ten aanzien van de VVD. Als jij het nou voor het zeggen had, je drie zetels, dat is niet veel, maar je kunt het op een bepaald moment cruciaal zijn. Ja, dat kan, zeker door die zeven zetels die we hebben. Nou, mag jij formuleren, wat zou je dan doen? In de Eerste Kamer wil ik zeggen, hebben we ook nog zeven zetels. Kijk, als ik het mocht formeren, dan zou ik een rechts kabinet bouwen. Maar dan zou ik ook Wilders uitnodigen en Baudet. Je kunt er van alles van zeggen. Baudet ook? Ja, Baudet is wat aan het radicaliseren, vind ik zelf. Die draaft echt door. Ik denk dat Nederland niet op Baudet zit te wachten. Nee, maar je zou wel aan die rechterkant dus kunnen kijken naar goede ideeën. Wat zijn nou de ideeën die wij delen? En met name aan de rechterkant zie je 80 zetels. Dat is gewoon een forse meerderheid. Die je wel aan tafel zou kunnen zetten. Maar Wilders, op welk moment zou die niet mee mogen doen? Helemaal niet meedoen van diverse partijen. Maar welke onderwerpen zou die overstruikelen dan? Op zijn hele bestaan, denk ik. Want ze hebben al gezegd, Wilders, Rutte vindt hem te links, maar Rutte vindt hem niet betrouwbaar. Een andere partij sluit hem uit vanwege het islamstandpunt. Dan denk ik, ja, maar je hoeft het toch niet mee eens te zijn
om met elkaar aan tafel te zitten. Ik hoef het ook niet met alles eens te zijn met Wilders. Maar je kan toch wel kijken van jongens, wat delen we? En wat zetten we in een akkoord? En dan Wopke met CDA, want dat is natuurlijk ook nog een heel gedoe. Met Omtzigt erbij. Ja, die is niet te beneden. Die is niet te beneden. Dus heel lastig. Kijk, ze hebben nu dus hun zetel eraf. Want Pieter heeft zich, Pieter Omtzigt heeft zich afgesplitst. Of in ieder geval is geen CDA-lid meer. Ik denk dat hij echt ook van de tijd ziet als een reddingsboei. Want voor nieuwe verkiezingen, die stemmen gaan natuurlijk al op rond het najaar, als ze hier niet uitkomen, ja, het zou een dramatischere mokerslag worden voor het CDA. Nou, ik denk dat jij zou het leuk vinden, denk ik. Nou, voor het land dramatisch. Voor ons, ik bedoel, wie wilde nu naar de stembus? Maar voor JA21, we staan op het dubbele nu in de peilingen. Nou, Ola Engron, die gaat over de woningbouw. Hè? Ja. En die wil nog 20 miljard hebben. Ja. Nou, zij is van D66. Ik denk dat het weggegooid geld is. Ik denk dat D66 voor de spiegel moet gaan staan. Toen zeg maar, van Milo begon, toen moest ineens iedereen inspraak hebben. Ja. En nu mag iemand in Groningen maar bezwaar maken tegen een dakkapel die gebouwd wordt in Scheveningen. We hebben tegenwoordig last van hagedissen. We hebben tegenwoordig van vleermuizen. Ja. Kortom, als ze daar nou eens een keer een streep doorheen geven, dan garandeer ik je, dan mag ze die 20 miljard in de zak houden. Dan kunnen al die aannemers heel snel aan de gang. Hoe zie je dat? Nou, hier hebben een heel debat over gevoerd. Hè? Er moeten 1 miljoen huizen bij in 10 jaar tijd. Dus dat is fors. Wat ik wel vind, is inspraak is belangrijk. Hè? Mensen moet je wel kunnen laten... Ja, maar één keer. Maar niet oneindig veel. Dan weer naar de Raad van State. Nog een keer en weer een keer. Maar weet je wat er gebeurt? Er worden dus heel veel windturbines. 3000 mega windturbines worden geplaatst zonder inspraak. Er is een soort burgerpanel voor opgericht. Maar je mag meekletsen. Maar er gaat niemand zeggen tegen jou van in jouw achtertuin op 600 meter komt hij niet. Dat wordt gewoon gedaan. Dus het is heel hypocriet. Aan de ene kant dat we wel overal bezwaar. Hè, dan moet dat vinden mensen dat te veel. Dat snap ik. Aan de andere kant zijn er dus zonneweiders, windturbines, die worden gewoon neergelegd. Er worden 70.000 voetbalvelden aan zonneweiders worden geplaatst. Ik zeg dan, waar zijn die woningen? Want maak daar dan woningen van. Ja, er is ruimte genoeg in Nederland om woningen te plaatsen. We hebben ze echt nodig, want starters, niemand krijgt meer een normale woning zo rond de 2-3 ton. Dat is gewoon een groot probleem. Dus dan moet je keuzes maken. En die keuzes worden dus vooral gemaakt op het gebied van klimaat. Maar als je kijkt naar de woningbouw, die stagneert. En dat vond ik wel een terechte opmerking. Ik weet niet wie hem maakte in de Kamer. Die zei, ja, Ollongren komt aan het eind van de regeerperiode om even te vangen, want ik heb geld nodig. Wat heb je dan aan het begin gedaan? De banken in Nederland. Hè? Ik sprak iemand van de ING. Hij zegt, ja, beneden een miljoen hoef je geen aanvraag meer te doen, want dat doen we niet meer. Klopt, ja. Nou, en het hele MKB die wil een tonnetje hebben voor een vitrine te verbouwen. Dus de middenstand die zakt gewoon door de ijs. Ja, dat klopt. Dat zijn de gewone... Dan hebben wij de Amro Bank, dat is de helft van de staat. Moet de staat dan niet zeggen, jongens, dan gaan we eens even met garanties werken om die mensen te helpen. Die middenstanders die zitten echt in ademnood. Ja, dat klopt. 94% van de MKB'ers die heeft ook maar een lening tot 2,5 ton. Hebben ze prima genoeg aan. Maar het is, ik ben wel eens met ONL en dat soort clubs van de ondernemers. Die zeggen, we moeten gewoon een MKB-bank weer hebben in Nederland. Gewoon de oude Volksbank. En dat is nu allemaal verdeeld in regiobanken. Die moeten gewoon gaan bijspringen. Want die overbruggingskredieten... Maar waarom hoor je er helemaal niks over dan? Ja, dat is geland en dat is verder ook weggewoven. Maar links, die hebt niks met banken. Nee. En rechts die... Nou, ze zeggen die economie trekt wel aan en dat komt vanzelf goed. Maar je merkt nu juist de nood om inderdaad wat te lenen, om die kredieten te krijgen. En ze komen niet eens door de online aanvraag. Hè. De ondernemers hebben al moeite om een online aanvraag om dat te doen. Ik zou zeggen, laten we daarbij springen en die overbruggingskredieten uitbreiden. Misschien een MKB-bank, dan kan je veel beter die nood ledigen. Want het is waar wat je zegt. Grote ondernemers, geen probleem. Kunnen lenen wat ze willen. Maar die kleine hebben het gewoon heel zwaar. Orbán, hè, die ze, van de week zei Rutte, ga maar uit Europa. Ja. Die hele discussie, hoe zie je dat? Nou kijk, wij keuren 100% af die wet, die anti-homo-wet die daar is aangenomen. Dat is echt zeer, zeer slecht. Iets anders is dat je dan weer zegt, ja, we gaan elkaar dus de maat nemen in Europa. We moeten allemaal op elkaar gaan lijken. Dat is volgens mij niet het idee. Ik bedoel, stierenvechten vind ik ook verschrikkelijk. Maar het is niet dat je zegt, we moeten Spanje uit die Unie donderen. Dus ik vind dat gevaarlijk. Dat is wel een weg die D66 op wil. Hè. Die zeggen, we moeten één Unie worden met allemaal dezelfde politiek. Dus politieke Unie. Ja, dat zien we bij de euro. Dat gaat mis. Want we delen niet diezelfde waarden. Je kunt wel samenwerken. Ik ben heel erg voor samenwerking. Maar dan hoef je niet op elkaar te gaan lijken. Nou, fijn dat je er even was. Kom gauw nog eens terug. Ja. De tijd vliegt om. Zeker. En nodig Dirk Jan ook een keer uit. Dat doe ik zeker. Ik zal er goed over. Graag gezien de gast bij ons. Ja, leuk. En u.